Jurg Carolina, vandaag tegen Sparta gespeeld, 1-3 verloren. Jij als linksback, lekker wat minuten gemaakt. Hoe gaat de voorbereiding voor jou tot nu toe en deze wedstrijd ook? De voorbereiding gaat op zich wel gewoon goed. Gaat volgens schema. Wel zwaar lange dagen, dat wel ja. Dus, ja. Het is flink aanpoten. Ja, best wel. Maar op zich is het ook wel gewoon lekker, ja, natuurlijk. Ja, vandaag dan tegen Sparta. Ik denk, de trainer zei het net ook al, veel getraind deze week. Dus fysiek lagen jullie wat vermoeid misschien. Voelde je dat ook zo in het veld of had je daar eigenlijk geen last van? Ja, aan de ene kant ben je inderdaad wel een beetje vermoeid in de benen en zo. Maar aan de andere kant, ja, je traint gewoon dat veel aan zwaar. En dan merk je nu al dat je gewoon steeds fitter aan het worden bent. En op zich, ja, ik kon het wel gewoon aardig lang volhouden inderdaad. Maar ja, zodoende eigenlijk, ja. Een kleine analyse over je eigen spel daar aan de linkerkant. Hoe vond je het zelf gaan? Ja, wel aardig. Ik had alleen niet... speelde natuurlijk met 5 verdedigers achterop. En ik kon niet echt een beetje mijn eigen spel spelen. Zoveel opkomen en zo. Maar dat moet eigenlijk niet uitmaken. Dan moet je gewoon, een andere taak gaan doen. En in principe verdedigend. Ja, niet heel vaak in de problemen gekomen. Zo. Alleen bij het doelpunt. Maar dat is iets voor later met de trainer te analyseren. Ja, redelijk vroeg in de voorbereiding al een serieuze test tegen Sparta. Dat is denk ik ook prettig. Hè? Dan weet je gelijk waar je misschien wel heen moet als speler ook. Ja, precies. En je weet ook meteen waar je staat inderdaad. Qua, ja, gewoon qua hoe, tegen wie je moet spelen en zo, zeg maar. En als je klaar bent voor de Eredivisie uiteindelijk. Dan weet je ook waar je aan moet sleutelen. Ja, volgende week in Manchester. Weer een trainingsweek. Het zal ook weer een pittige trainingsweek worden. Maar wel lekker misschien om in die week zeker ook stappen te kunnen maken. Ja, zeker weten. Zeker weten. Ik ben zelf nog nooit daar geweest, dus ik ben benieuwd hoe het daar eruit ziet. Ik heb gehoord dat het er mooi uitziet, ja. Ja, mooie ervaring, denk ik. Zeker weten.